gaan het hebben over afstand. De 1,50 meter tot de 2 meter, die wordt op het moment helemaal niet meer in acht genomen. Ik merk het in de Kinkerstraat, ik merk het op de markten, ik merk het overal. Dus er zijn twee factoren die nu spelen. Het eerste is dus de afstand waar niet naar geluisterd wordt. En ten tweede onze nep-virologen. We hebben een nieuwe nep-cultuur gekregen in Amsterdam. In heel Nederland trouwens. Nep-virologen die wij dus hebben. Alle nep-informatie die we krijgen naast de informatie van onze regering. Dat mensen dus eigenlijk gaan kiezen voor het nepnieuws. Want het is wel aangenaam. Want dan kan je gewoon doen wat je wil. Dat is ideaal. Maar dat riskeren we wel weer. Een nieuwe golf. Zo'n golfje, ja, van virusjes die weer opduikt. Dus lieve mensen, luister niet naar het nepnieuws. Dan eventjes een kort berichtje voor onze minister-president Rutte. Ik vind dat je het nog steeds heel goed doet. Ik blijf je volgen, ik blijf die 1,50 meter afstand houden en ik wil je even condoleren met de dood van je moeder. Heel veel sterkte en bewaar er maar in je hartje.